En dat vind ik heel erg mooi aan deze expositie, dat ze maar al die werken hebben gewoon allemaal te maken met of refereren aan delen die eigenlijk ook in een kasteel te zien zijn. Zoals trofeeën, zoals een grote kroonlucht. En het zijn eigenlijk allemaal elementen die je in een kasteel gewoon weer terugvindt. Dus het zijn allemaal eigenlijk een soort van decorum, hè? Gewoon een, bijna archetypes die bedoeld zijn om gewoon toch een positie in te nemen. Dus het is gewoon om rijkdom te laten zien, om pronk te laten zien, vooral om je macht te demonstreren. Ik heb je een boek Krieg dem Krieg. Dat is van Ernst Friedrich. Na de Eerste Wereldoorlog, toen duidelijk werd dat de Tweede Wereldoorlog aankwam, heeft hij allemaal foto's gebundeld van heel, heel verschrikkelijke dingen uit de oorlog. Wat ik daar interessant aan vond, was aan de ene kant gewoon de soldaten, zeg maar, eigenlijk het representatieve beeld van de oorlog. De soldaat met medailles als buste en dan ook de buste als het representatieve gewoon als je gewoon niet de goede dingen hebt gedaan, worden busten van jou gemaakt. Dat stond zo haaks op het beeld wat oorlog daadwerkelijk is. En ik wou die twee beelden waar ik bij elkaar brengen. Aan de ene kant heb je de macht. Aan de andere kant probeer je het weer te ondermijnen of te achtervragen. En wat willen wij daarmee? En wij raken onder de indruk van een grote prongvolle zaal. Maar worden wij niet gemanipuleerd daardoor? Zeg maar, mijn werken zijn eigenlijk altijd open vragen. Waar ik wil dat jij als kijker, dat je daarheen gaat en jezelf afvraagt, oké, ga ik nu mee in die glans, in die glorie, in die verheerlijking? Of is er gewoon toch iets anders? Word ik gewoon gemanipuleerd? Word ik gewoon misbruikt? Word ik gewoon, ben ik slachtoffer van een idee? Ik wil dat jij als kijker gewoon zelf positie in moet nemen. En heb ik een film gezien van Hitchcock en Rebecca. En in die film gaat het over een leegstaand herenhuis. En de kamer is heel groot, is heel prongvol, heel erg gedecoreerd. Heel grote bloembossen en heel grote gordijnen. En dat is een soort van gelaagdheid. Het wordt heel ongrijpbaar daardoor. En dat was eigenlijk de uitgangspunt voor die hele serie Attempted Decadence. Dat je gewoon die pronkstuk van die bloemen. En dan die gelaagdheid, dat ongrijpbare, maar ook iets als een pronk van een bloem, wat eigenlijk het leven aan zich is, maar toch tegelijkertijd een soort van verlies in zich draagt.